Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We zijn de vorige keer begonnen met Leviticus 23. Vandaag in uitzending 177 gaan we na een korte terugblik verder vanaf vers 15. In dit hoofdstuk zien we de agenda van God. Hij gaf zijn volk zeven feesten om te vieren. Elke week was er de Sabbat, een dag voor de Heeren. Maar door het jaar heen gaf hij hen nog andere feesten om voor hem te vieren. Dat schiep ook verbondenheid met elkaar als volk. Maar deze feesten hebben ook een diepere betekenis. Elk van de feesten wijst vooruit naar gebeurtenissen in de toekomst. Het Paascha is heel duidelijk een beeld van het paasfeest, waarop Christus gekruisigd werd. In de opsomming van de feesten is dit het eerste. Het is het bevrijdingsfeest van de Egyptische slavernij. Het moment dat Israël met de heren op weg ging naar het beloofde land. Meteen hierna kwam het feest van de ongezuurde broden. Dikkels werd dit ook als eendfeest met het Pesachfeest gevierd. Vanaf de eerste dag na het Pesachfeest aten de Israëlieten zeven dagen lang ongezuurde broden. Pesach verwijst naar de dood van Christus voor de zonde. Het feest van de ongezuurde broden wijst naar de praktijk van het leven waarin de zonden beleden moeten worden om rein te blijven. Het volgende feest waar we over gesproken hebben is het oogstfeest. In het beloofde land verruilden de Israëlieten hun zwervend bestaan voor een agrarisch leven. Uit dankbaarheid brachten ze de eerste opbrengst van hun oogst aan de Here. In Leviticus 23, vers 9 spreekt de Heer opnieuw tot Mozes. In dat wat gezegd wordt, kijkt de Heer vooruit naar de tijd dat de Israëlieten in het land Kanaan zullen wonen. In het land Kanaan moeten de Israëlieten, bij het binnenhalen van de eerste oogst, de eerste schoof bij de priester brengen. Door de eerstelingen van de oogst naar de Heer te brengen, erkent het volk dat de oogst van hem afkomstig is. Nadat de priester de schoof heeft ontvangen, beweegt hij deze voor het aangezicht van de Heer. Het doel van deze handeling is de eer van de Heere God. Daarnaast hopen de Israëlieten ook op een rijke oogst. Leviticus 23, vers 15 U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Het tijdstip waarop de Israëlieten de schoof aanbieden aan de Heere, vormt het uitgangspunt om vast te stellen op welk moment het feest gevierd moet worden. Het in de versen 15 tot en met 22 aangegeven feest wordt niet bij naam genoemd. De meest gebruikte uitdrukkingen zijn oogstfeest, Pinksterfeest of wekenfeest. Een andere benaming is ook feest van de eerste opbrengsten of feest van de eerstelingen. De exacte datum van het weken of Pinksterfeest wordt bepaald door het tijdstip waarop de eerste schoof wordt aangeboden. In de periode van het Nieuwe Testament waren daarom in ieder geval al twee verschillende Pinksterdata in omloop. Vanaf de dag dat de eerste schoof werd aangeboden, moeten de Israëlieten zeven sabbatten tellen. In zeven volle weken rijpt het graan en het weken of oogstfeest markeert daarvan de afsluiting. Deze valt op de zondag na de zevende sabbat. Leviticus 23, vers 16. Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de heren een nieuw graanoffer aanbieden. De periode van het aanbieden van de eerste schoof tot de zondag van het wekenfeest bestrijkt 50 dagen. Op die dag moeten de priesters een nieuw erkenningsoffer voor de heren brengen. Dat bestaat uit twee gegiste broden. Pinksteren viel op de eerste dag van de week. Er werden zeven Sabbatdagen getaald, ofwel 49 dagen. En op de vijftigste dag, de eerste dag van de week, viel Pinksteren vijftig dagen na het offer van de eerste schoof van de graanoogst, het oogstfeest. De kerk van Christus komt nu bijeen op de eerste dag van de week en viert daarmee de opstanding van de Heer Jezus en de geboorte van de kerk. We lezen in Handelingen 2 dat Jezus' volgelingen op de Pinksterdag, dus op de eerste dag van de week, allemaal bij elkaar gekomen waren en dat zij allemaal vervuld werden van de Heilige Geest en in vreemde talen begonnen te spreken. Woorden die de Heilige Geest hun ingaf. De Heilige Geest vervulde de gelovigen, vijftig dagen na de opstanding van Jezus Christus. En dat was het begin van de gemeente van Christus. Ja, het nieuwe met Pinksteren is de gemeente van Christus. De Heere volgde de gegeven kalender uit Leviticus. Opnieuw moest er een nieuw graan of erkenningsoffer gebracht worden. Na de opstanding van de Heer Jezus is hij ge gedurende veertig dagen aan verschillende mensen verschenen. Vlak voor zijn hemelvaart zei hij tegen zijn volgelingen dat zij niet uit Jeruzalem moesten vertrekken, maar moesten wachten op de belofte van de Vader. In Lucas 24, vers 49 staat: En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En in Handelingen 1, vers 5 staat dat zij over enkele dagen zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Tien dagen later. Tijdens het Pengsterfeest werd de geest van de Heer over hen uitgestort. Leviticus 23, vers 17. Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor het beweegoffer. Ze moeten van twee tiende Efa meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstellingen voor de Heer. De Israëlieten moeten de broden bereiden van fijn meel met zuurdeeg. Zoals ik reeds in een eerdere uitzending zei, zijn uitleggers het over de hoeveelheid van een efa niet met elkaar eens. In onze vertaling neemt men daarom de term over. Een ander probleem is dat we ten aanzien van het beweegoffer met het zuurdeeg zitten. Toen de Heer instructies gaf over de offers, verbood hij de Israëlieten nog om zuurdeeg in de brandoffers te verwerken. We moeten er daarom van uitgaan dat deze regel ook opgaat voor de twee gezuurde broden in Leviticus 23. De broden zullen dus waarschijnlijk, na de wijdingsplechtigheid, aan de priesters zijn toegekomen en niet op het altaar zijn gelegd. De broden dienen als eerstellingenoffer voor de Heer. Bij het spijsoffer dat de priester ontvangt, moeten een aantal andere offers gebracht worden die wel op het altaar terechtkomen. Leviticus 23, versen 18 tot en met 20 U moet dan samen met het brood zeven lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud en één jonge stier... Het jong van een rund en twee rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de Heren. Met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heren. Verder moet u één geitenbok als zondoffer en twee lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met het brood van de Eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heren bewegen. Met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de Heren. Bestemd voor de priester. In de eerste plaats moeten de Israëlieten een brandoffer brengen. Dit offer bestaat uit zeven volmaakte, eenjarige lammeren, een kalf en twee rammen. Gezien de vele dieren die geslacht worden, wordt dit offer niet door ieder individu uit het volk gebracht. Het ligt voor de hand aan te nemen dat de priesters één brandoffer namens het hele volk brengen. Dit brandoffer gaat vergezaald van niet nader omschreven pleng en graanoffers. In de tweede plaats moeten de Israëlieten een zondoffer brengen, dat bestaat uit één geitenbok, en in de derde plaats moeten zij twee lammeren als slachtoffer brengen. De priesters zullen de twee lammeren samen met de twee broden, als beweegoffer voor het aangezicht van de Heer brengen, zodat ze aan de priesters toekomen. De opzomming van de offers voor het wekenfeest wijkt af van de opzomming in Numeri 28. Het is mogelijk dat de lijst in Numeri een overzicht van alle officiële offers geeft, terwijl de lijst in Leviticus een overzicht is van offers die het broodoffer begeleiden. Net als alle andere offers wijzen ook deze offers naar Christus. Een gelovige mag voor alle dingen op Hem vertrouwen. Alle mensen mogen tot Hem gaan voor redding en verzoening. Daarnaast voor liefde en hulp, voor troost en warmte. Leviticus 23, vers 21. U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening, in al uw woongebieden, al uw generaties door. Deze dag moeten de Israëlieten uitroepen tot een speciale gebeurtenis, wat inhoudt dat ze in het geheel niet mogen werken. Het wekenfeest is eigenlijk een extra sabbat. Op deze dag na de sabbat. Voor ons op een zondag mag niet gewerkt worden. De Israëlieten moesten op die dag rusten van hun werk. Dat is wat de meeste gelovigen doen wanneer ze samenkomen in hun eredienst bij Christus. Waarom? Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Gij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest. Leviticus 23, vers 22. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de arme en de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God. Ter afsluiting van het gedeelte over het wekenfeest is er een oproep om tijdens het oogsten de randen van de velden niet te maaien. Maar die te laten staan voor de armen en voor de dikwijls noodlijdende inwonende vreemdeling. De landeigenaren mogen het afgevallen maïsel ook niet oprapen. Wat aan de randen groeit en wat van het maïsel op de grond valt, is bestemd voor de armen en de vreemdelingen of buitenlanders. Een voorbeeld in de praktijk van deze sociale instelling vinden we terug in het Bijbelboek Rut. Dat is de praktische kant van geloven in God, en ook vandaag een aspect van het werk van de kerk. En de gemeente van Christus. Christenen zijn door genade gered, maar ze mogen het woord van God toepassen om de naaste te helpen. Daarbij zal vroeg of laat het moment komen, naast alle hulp en ondersteuning ook het Evangelie aan de betrokkenen door te geven en bekend te maken. Er is een kerk waar ik dikwijls op bezoek ga die voedselbedeling doet. Bijna dagelijks komt er wel iemand iets halen. Meestal zijn ze heel vlug weg, maar af en toe zie je dat er iemand. Na lange tijd, uiteindelijk ook naar de samenkomsten komt. Een paar keer zag ik daar zelfs dat sommige van deze geholpenen tot geloof kwamen. Wat een mooi voorbeeld. Mensen die honger hebben, moeten we eerst eten geven en hen terzijde staan in al hun noden en behoeften. Maar een mens zal niet alleen van brood leven. Daarom moeten we ook het evangelie aan hen bekendmaken. In Jacobus 2, versen 14 tot en met 18 staat: Wat voor nut heeft het, mijn broeders? Als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken, kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hen niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Het is niet of werken of geloven? Nee, het is onlosmakelijk. De oogst binnenhalen ziet ook vooruit naar de grote oogst aan het eind van de tijden. In Jacobus 1, vers 18 staat: Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. De eerste christelijke gemeente bestond uit enkel Joodse mensen. Zij waren de eerste vruchten van Gods nieuwe schepping. Er volgden een groot aantal landgenoten, maar ook mensen van niet-Joodse afkomst. In Matthäus 13, versen 38 en 39 zegt Jezus over het eind van de tijden het volgende. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die ze gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de volleinding van de wereld. En de maaiers zijn engelen. En wat gaat er dan gebeuren? Ik moet dan onder andere denken aan Jezaja 42 vers 1. Daar staat, Zie mijn knacht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd, hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Als de dienaar van de Heer, de Messias, gaat rechtspreken over de volken, komen wij er dan goed vanaf? Psalm 130, vers 2 tot en met 4 zegt: Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Leviticus 23, versen 23 tot en met 25. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg... In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag, aangekondigd door bazuingeschal, Een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de Heere een vuuroffer aanbieden. De datum is belangrijk. Drie feesten hebben plaats in de zevende maand. Het is een Sabbatsmaand. Net zoals er een Sabbatsdag is... En het sabbat's De Heer kondigt een nieuwe heilige gebeurtenis aan. Op de eerste dag van de zevende maand moeten de Israëlieten een speciale rustdag houden. Ook op een andere plaats in de wet geeft de Heer bevel aandacht te besteden aan het begin van de maand of een nieuwe maan door extra offergaven. Op andere plaatsen in het Oude Testament geldt de dag van de nieuwe maan als een dag van rust, van vreugde, van feest en van een offerfeest van de familie. Als ook van het ontvangen van geestelijke leiding door een profeet. In het algemeen is een viering van een nieuwe maan geen gebeurtenis die geldt als een heilige gebeurtenis. Maar dat is wel het geval op de eerste dag van de zevende maand. Waarschijnlijk vanwege het bijzondere karakter van het getal zeven geldt deze dag van de nieuwe maan als een volkomen rustdag. De dag wordt gekenmerkt door gedachtenis en wordt aangekondigd door geschal van de raamschoren of bazuinen. Het is op grond van de tekst niet duidelijk tot welke soort gedachtenis wordt opgeroepen. In sommige vertalingen is de uitdrukking gedenkdag weggelaten, maar dat staat wel in de Hebreeuwse grondtekst. Op grond van Psalm 81, vers 4 valt te verdedigen dat op de dag van de nieuwe maan op de ramschoren werd geblazen, maar het is ook mogelijk aan te nemen dat andere blaasinstrumenten werden gebruikt. De Israëlieten krijgen de opdracht tijdens deze heilige gebeurtenis niet te werken. Maar brandoffers te brengen aan de Heer. De benodigde offers worden in Leviticus 23 niet genoemd, maar komen we tegen in nummer 28. Vanaf de tweede eeuw voor Christus zijn de Joden op de eerste dag van de zevende maand het nieuwjaarsfeest gaan vieren. Daardoor ontstonden twee nieuwjaarsdagen: één in de maand van het Pascha of Pesachfeest en één aan het begin van de zevende maand. In Leviticus 23 geeft de eerste dag van de zevende maand nog niet de status van een nieuwjaarsfeest. Leviticus 23, versen 26 tot en met 32 De Heere sprak tot Mozes. Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verotmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de verzoendag. Om voor het aangezicht van de Heere uw God verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn. Een dag van volledige rust, en u moet u zelf verootmoedigen. Savonds, op de negende dag van de maand, moet u uw Sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. Opnieuw spreekt de Heer tot Mozes over een feest dat de Israëlieten moeten vieren. Op de tiende dag van de zevende maand is het Grote Verzoendag. In hoofdstuk 16 zijn de gebruiken rond de Grote Verzoendag uitvoerig aan de orde gekomen. In Leviticus 23 is het doel van de beschrijving om aan te tonen dat de Grote Verzoendag een heilige gebeurtenis is. Deze dag kenmerkt zich door verootmoediging. Vanzelfsprekend mogen de Israëlieten op deze dag geen werk verrichten. Alles draait om verzoening. Er ontstaat volledige verzoening voor alle ongerechtigheden van het volk. Iedereen moet zich op deze dag verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer. Na de strafaankondiging op overtreding van het verbod benadrukt de Heer nogmaals het belang ervan. Het verbod is geldig voor alle komende generaties en voor alle plaatsen waar men woont. De dag is een sabbat van volkomen rust en moet zich kenmerken door diepe verontmoediging. De grote verzoendag begint op de avond van de negende dag en eindigt op de avond van de tiende dag. In de synagogen hebben het begin en het einde van grote verzoendag nog steeds een plechtig karakter. Leviticus 23, versen 33 tot en met 36. De Heer sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang loofhuttenfeest voor de Heer. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Op de vijftiende dag van de zevende maand moeten de Israëlieten het Loofhuttenfeest vieren. Al eerder is dit feest omschreven als het feest van de inzameling van de oogst. Uit de teksten in Exodus blijkt dat het oogstfeest het feest is, waarbij alle Israëlieten jaarlijks moeten optrekken naar het centrale heiligdom om de Heer te ontmoeten. Hier, in Leviticus 23 komen we voor het eerst de uitdrukking Loofhuttenfeest tegen. Het duurt zeven dagen. De eerste dag van het feest mogen de Israëlieten geen arbeid verrichten. Gedurende de zeven dagen van het feest moeten de Israëlieten dagelijks hun brandoffers voor de Heer brengen. In nummer 29 lezen we waaruit deze offers moeten bestaan. Over alle acht dagen worden er in totaal ongeveer 71 jonge stieren, 15 rammen en 105 lammeren als brandoffer gebracht. Daarbij komen dan nog de bijbehorende graan- en plengoffers, als ook de acht bokken voor de zond- of reinigingsoffers van de Israëlieten. Los van al deze offers gaat de dagelijkse offerdienst gewoon door. Juist in de overvloed van offergaven wordt tijdens het Loofguttenfeest de lofprijzing en eer voor de heren tot uitdrukking gebracht. De achtste dag van het Loofguttenfeest heeft, net als de eerste, een bijzonder karakter. Het is een plechtige feestdag, waarop de Israëlieten niet mogen werken. Het Kloofguttenfeest wijst ook profetisch vooruit naar de tijd dat de Heer alle zonden van Israël zal weggenomen hebben, en Israël veilig in het beloofde land zal wonen. Vooral de profeten Zacharia en Micha hebben hierover mogen spreken. Leviticus 23, vers 37 tot en met 44. Dit zijn de feestdagen van de Heer. Die u moet uitroepen als heilige samenkomsten, om een vuuroffer voor de Heren aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al gelang het voorschrift voor die bepaalde dag, naast de offers op de sabbaten van de Heren, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heren geeft. Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag, en op de achtste dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwelgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de Heer, uw God, verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. En de zevende maand moet u het vieren. Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen. Toen ik hen uit het land de te geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen van de Heere aan de Israëlieten bekend. Dit gedeelte voegt nog een extra instructie toe aan het loofhuttenfeest, en hier lezen we ook waarom het loofhuttenfeest genoemd wordt. De Israëlieten moesten tijdens dit feest ook degelijk in loofhutten wonen. Maar wat zijn loofhutten nu eigenlijk? En hoe viert men dat vandaag? Het feest wordt ook wel zoekot genoemd. Dikkels wordt hiervoor een hut in de tuin of op een balkon gemaakt. Daarbij is het een vereiste dat door de dakbedekking de sterren zichtbaar blijven vandaar dat het dak met loof, bijvoorbeeld riet of dennengroen, afgedekt wordt. Soekot is vooral een feest dat thuis gevierd wordt, met veel gasten. Het eten van een maaltijd in een dergelijke hut helpt al als vervulling van de gelezen passage, hoewel het er meer mee overeenkomt als men indien mogelijk ook erin overnacht, wat ook wel wordt gedaan. Het dak van de hut moet van takken en gebladerte van bomen en ander plantaardig materiaal gemaakt zijn. Niet van ander materiaal zoals kunststof. De loofgut wordt verder versierd met vruchten en groenten. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.